Deze conceptquiz quiz bestaat uit 5 Multiple Choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. De dichtheid van een voorwerp krijg je door de massa van het voorwerp te delen door het volume van het voorwerp. Bij deze vraag gaan we kijken naar twee kubussen, waarbij geldt dat kubus Q, Q tien keer zo zwaar is als kubus P, en ook dat de ribben van kubus Q, Q tien keer zo groot is als de ribben van kubus P. Ja, wat houdt dat in voor het volume van kubus Q, Q? Die zal dan tien keer tien keer tien is duizend keer zo groot zijn als het volume van kubus P. We moeten iets zeggen over de verhouding. Van de dichtheid van q en de dichtheid van p. Dus ik ga dat gewoon even uitschrijven en dan krijg ik dit. Nu ga ik even een, een wiskundige truc doen om het wat uh, makkelijker oplosbaar te maken. Ik ga namelijk gebruik maken van de regel dat de delen door een breuk hetzelfde is als vermenigvuldigen met het omgekeerde. En ik mag dit dus ook anders opschrijven in deze vorm. En wat ik nu ga doen is op de plek van mq en vq opschrijven respectievelijk 10 keer mp. En 1000 keer VP, want ze zijn immers aan elkaar gelijk. Als ik dat doe, dan krijg ik dit. Ik kan de MP'tjes en de VP's tegen elkaar wegstrepen. En ik hou over 10 gedeeld door 1000, oftewel 1 gedeeld door 100. Dus de dichtheid van Q-Q uh, is 100 keer zo klein als de dichtheid van Q-P. Vraag 2. Planeten zijn bolvormig en we hebben het hier over het oppervlak van de planeten. Dus we moeten de formule erbij pakken van de oppervlakte van een bol. En die is gelijk aan 4pi R kwadraat. Wat we hier in deze vraag gaan doen, zijn de oppervlakte van de planeet kelt vergelijken met de oppervlakte van de aarde. Nou, dat ga ik hier ook gewoon in formulevorm doen. Ik ga ze op elkaar delen. En ik krijg twee keer ingevuld de formule voor het opperv de oppervlakte van een bol. Ik kan natuurlijk meteen die 4pi boven en onder tegen elkaar wegstrepen. Wat ik ook ga doen is op de plek van straal van keld opschrijven dat dat gelijk is aan 14 keer de straal van de aarde. En dan krijg ik deze vergelijking. Boven onder valt nu ook r aarde weg en wat ik overhoud is 14 in het kwadraat, oftewel 196. En dat is dus ook het antwoord op deze vraag. Vraag 3. Moet hij gaan rekenen met een lastige formule. Um, we gaan proberen eerst een beetje te, te vereenvoudigen. En dat ga ik uh, allereerst doen door op de plek P ster gedeeld door P zon op te schrijven dat dat gelijk is aan 18. Want dat stond in de vraag. De ster brandt 18 keer zo fel als dat de zon dat doet. Um, en de andere breuk m ster gedeeld door M zon, dat is dus de verhouding van de twee massa's, die noem ik eventjes gewoon x. En dan krijg ik iets wat er al een stuk uh, eenvoudiger uitziet. Dan krijg ik 18 is x tot de macht 7 tweede. We willen x gaan berekenen. Ik ga gebruik maken van een uh, wiskundige truc. En dat is dat ik links en rechts van het is-teken tot de macht 2 zevende ga doen. Dus ik krijg 18 tot de macht 2 zevende is gelijk aan x tot de macht 7 tweede tot de macht 2 zevende. Aan de rechterkant uh, mag ik die twee machten met elkaar vermenigvuldigen. Dan komt er uit x tot de macht 1. Ja, en x tot de macht 1 is natuurlijk gewoon x. Nu is het de kwestie van je rekenmachine pakken. En dan blijkt x gelijk te zijn aan 2,3. Dus uh, de onbekende ster die is 2,3 keer zo zwaar als de Zon. Vraag 4. We hebben hier te maken met een formule met een kwadraat erin. Eh, wat gebeurt er als ik een variabele ga kwadrateren? En die variabele hier is de variabele u, de uitrekking. En je ziet in de bovenste grafiek dat die uitrekking eh, in het ene geval positief is en in het andere geval negatief. Als ik dat ga kwadrateren, dan krijg ik het volgende. Als de uitrekking positief is, dan zal de uitrekking in het kwadraat ook positief zijn. Dus dan krijg ik in de onderste grafiek krijg ik een piek. Is de uitrekking negatief, ja, dan zal de uitrekking in het kwadraat ook positief zijn. En ik krijg eigenlijk twee keer zoveel pieken in mijn U-grafiek als dat ik in mijn oorspronkelijke U-grafiek had. Vraag 5. Ja, in deze vraag moeten we gaan rekenen met de E-macht. De E-macht is gewoon een knopje op je rekenmachine. Um, we gaan uh, invullen twee waarden, de waarde voor lambda en de waarde voor t. Nou, als je die twee met elkaar vermenigvuldigt, dan komt er 3,47 uit. En ik moet dus op mijn rekenmachine uitrekenen E tot de macht min 3,47. En als je dat netjes doet, dan komt er uit 3,11 mal 10 tot de macht, min 2.